Wij zijn Georgina en Eva en wij spelen de popquiz. Ik ben Eva. En ze zijn helemaal bar. Maar we spelen popping questions. Ja. Wil ik voor jou een kaartje trekken? Ja, doe maar. Okay. Welke film heeft recentelijk indruk op jou gemaakt? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Fantastische film. Wat was je allereerste rol? Volgens mij was dat Consult, heette dat. Moest ik een onaardig tienermeisje spelen in een winkelcentrum en daar verveeld naar kleren kijken. Welke serie ben je nu aan het bingen? Bingen. Bingen? C'est quoi? What's bingen? What's that? Dat je het in één keer uitkijkt vandaag. Oh ja, die. Ja, Homeland heb ik echt in één weekend uitgekeken. En welke was nou die andere? Fargo. Met welke girl in de film wil je nog werken? Mag kiezen. Meryl Streep natuurlijk. Ja, next. Wat is je favoriete film uit je jeugd? Ja, The Notebook. Dat is niet echt mijn jeugd, maar... Welke mannenrol heb jij beter kunnen spelen? Zoveel graag mannenrollen willen. Ja, ik ook. Mannenrollen zijn vaak zoveel leuker. Wij kunnen hele kinderen van school halen. Ja, in films. Ja, dat weet ik even niet. Maar we willen wel mannenrollen spelen. Schrijf mannenrollen voor ons. Ja. Ik heb wel eens gezegd tegen Kemna Kalsing, kan ik niet een keer komen voor mannenrollen? Ja. Ik had vroeger ook wel kasten. Als man willen spelen. Ja. Toen mijn gezicht nog gewoon jong was. Als het jong was, ja, haar afknipt. Zoals Boys Don't Cry, weet je dat? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, we snappen het. Wat is je grootste blunder op de set? Jezus. Ja, een keer onderuit gegaan of zo. En dan hebben we de equipment lamp meegenomen of zo. Wat is je grootste droom carrière-wise? Nou, die heb je al, dus ja. Ik wil wel eens een boek schrijven. Ja. Wie was je eerste celebrity crush? Godverdomme, van de acteurs. Leonardo DiCaprio. Ja, sorry, ja. Wat is de moeilijkste scène die je ooit hebt gespeeld? Die blokkeren wij, dat soort dingen. Ja, maar je hebt hier wel een heleboel moeilijke scènes, maar dan is het juist leuk, zeg maar. Dus ik ben een keer uit een vliegtuig geduwd. Zet aan iemand vast wel, zo'n parachutesprong. Dat was verantwoordelijk. Terwijl je moest draaien, je moest scènes doen terwijl je... Ik moest doen alsof ik het vaker deed en het heel leuk vond. Oh ja. Maar we deden het natuurlijk maar één keer, dus ik moest de eerste keer helemaal zo. Ja, daar was heel blij van. Ja. Zijn we empty? Ja. Die empty box. Oh, nog één. Nee, dat was de parachute. Ja. Zijn we geslaagd? We hebben het gehaald.